Ze deden wel eens een inval en namen ze al die jonge kerels mee. Die moesten met naar Duitsland of zo. Je zat lekker op je gemakkie. En de ene keer kwamen ze binnen stieren. Nee, zei ze, Auschwitz, weet ik waar ze heen moesten. Ze zijn vervoerd naar Westerbork en via Westerbork, dat doorgangskamp, hier op de grens van Nederland in het oosten, zijn ze vervoerd naar de diverse kampen waar ze meteen vermoord werden of waar ze als slaaf gebruikt werden. Maar ze zijn niet allemaal opgepakt ook in Nederland. Ja. Want mensen zijn soms gewaarschuwd, kregen het idee van ja, we moeten nou echt in onderduik gaan. Ja. Bijvoorbeeld, je hebt het meisje Edith Rozijbeek. Haar broer en haar ouders, die hebben de oorlog overleefd. Ja. Maar dat meisje, dat is op een gegeven moment is dat ze was ondergedoken buiten Gouda en is toen gespot door een NSB'er en is meegenomen. Die waren zogenaamd ondergedoken, maar er kwamen ze ook daarachter door die SB'ers. Die zijn die NSB'ers waren dat. En die verraaiden altijd de boel. De meesten werden allemaal afgevoerd in die tijd. En dat heb je ook wel eens gezien op de televisie, die jodenkampen, weet je wel. Maar er zaten weinig blanken bij. Die joden waren het zwaarste te verduren. Die werden heel wijken afgezet, werden ze allemaal afgevoerd in een wagon, daar van een trein. En dan gingen ze zogenaamd douchen, moesten ze daar uitleggen. Maar ze gingen niet douchen, ze gingen door de gaskamer in. Wie heeft er suiker in de erwtensoep gedaan? Wie heeft dat gedaan? Wie heeft dat gedaan? De hele compagnie die heeft het eten laten staan. Wie heeft er suiker in de erwtensoep gedaan? Nou, op de Singel, waar een sociëteit is, hebben ze een bom gegooid. En verderop in de Boerka, bij Vurens, hebben ze ook een bom gehoord. En met Vrede best ook. Nou, er gingen sirenes. En dan zag je die straaljagers, één dekker, twee dekker. En dan moesten ze zo gauw mogelijk de straat af. Als ze begonnen te schieten, te knallen, uit de lucht hoor. En zo ging dat. Ik ben heel benieuwd of de Goudse jongeren weten wat dit is. Nou, we zullen het zien. Zou ik het mogen vragen? Hebben jullie enig idee wat dit is? Een steen? Ik heb geen idee. Nee, het is een stolperstein. En wat is? Ja, gewoon een steentje. Ja, een steentje met wat ijzers eromheen. Dat weet ik niet. Heeft u enig idee wat dit is? Dat zijn de stolperstijnen. Kijk, u weet het! Ja. Als je zo een steentje ziet in Gouda, dan betekent dat dus dat iemand hier heeft gewoond die dus systematisch vermoord is eigenlijk. Ja, die niet mocht bestaan. Die niet mocht bestaan, jeetje. Want dat is het eigenlijk. En hoeveel van die steentjes liggen er nu in Gouda? 168. Want hij was dus geboren in 1924. Dit is dus dan de datum van deportatie hier uit Westerbork. Dat is in Nederland bijna altijd. Westerbork was het verzamelkamp. Ja. En dan vermoord 2-7-1943 in Sobibor. Dit is dus, dit is zijn naam. En dit is zijn lot. Ja. Wij komen hier voor de, hoe heten die steentjes ook weer? Stolpenstenen. Die steentjes worden ook gelegd voor de mensen die hier gewoond hebben. En mijn oom en opa woonden op de Steinkade. Daar hebben ze ook tegeltjes gelegd. Ik ben Niels Kok en wij komen hier met school van Welland, College Gouda, voor de opening van het monument van de Stolpenstein. Wij hebben hier met nog een jongen erbij die er niet bij is, hebben wij de voorbereiding gedaan. En vandaag wordt dat afgemaakt. De mensen vinden het erg leuk dat we dit doen. Je hoort, toen we bezig waren hoorde je ook veel vragen van waarom doen jullie dit? Nou, we hebben het verhaal grotendeels uitgelegd, natuurlijk voor wat er gebeurd is in de oorlog. Nou ja, dat is alleen maar goed om daar aan mee te kunnen werken. Ik heb ook meegeholpen hieraan. Ze zijn met z'n vijven begonnen, hebben eerst een eerste plan gemaakt op papier. En
ja, een beetje uitgedacht. We waren eerst op de locatie geweest om te kijken. Dus daar hebben we een stappenplan gemaakt. En hebben we met z'n vijven de voorbereiding geschenkt voor de Stolpersteijn. De voorbereiding zelf, alle materialen zijn volgens mij van school gekomen. We hebben een voorbereiding gedaan zodat de keien het in konden. De bestrating opengemaakt, een opsluiting gemaakt. Kleine keien erin geplaatst, zodat de nieuwe bestaande keien er gelijk in kunnen. Vorig jaar zijn wij als eerste benaderd hiervoor. En toen is er gevraagd van, kan de school ook een stukje meehelpen met de voorbereidingen voor het plaatsen van de stenen? En dat hebben wij vorig jaar in zo onwijs goede manier gedaan. Dat wij dit jaar het weer mogen continueren om daar nog een keer aan mee te werken. En er zit gelijk ook een stukje ook voor de leerlingen ook een stukje extra achtergrondinformatie erbij. Om te weten, nou, waar heb je nou mee te maken? Wat gebeurt er? En dat is zowel op het vakgebied als een keertje een stukje sociaal gebied waar we mee te maken hebben. Het grote verschil daarbij is natuurlijk dat de leerlingen zelf dat niet helemaal beseft in het begin. En dat merken nu wel. Dat men weet wat er gebeurd is. En dat daardoor ook nu meer gevoel gaat komen bij de leerling ook van, nou, wat heeft nou die Tweede Wereldoorlog met ons te maken? Wat gaat er nou gebeuren? Dus op die manier ga je wel een beetje een link maken naar de leerling van naar de historie toe. Dus dat voor deze leerling zeker ook heel goed voor toepassing. Ik denk dat het heel belangrijk is dat dit verhaal verteld wordt. De geschiedenis van deze Joodse stadsgenoten maakt deel uit van onze Goudse geschiedenis. Dit is ook een verhaal voor Gouda. En ik twijfel er niet aan dat jullie gaat lukken om alle 326 namen van de weggevaagde Joodse stadsgenoten zichtbaar te maken. Ik wens jullie daar nog alle succes mee. En het gaat jullie lukken. Want de betrokkenheid ook van onderwijsinstellingen, organisaties, bedrijven, gemeenten, alle mensen die hier staan, maakt duidelijk dat we deze geschiedenis zichtbaar moeten maken en houden voor Gouda. Dank jullie wel voor die aandacht. Ja. Was alleen armoede en ellende. Op straat zwerven, kijken of er wat eten was of wat ook. En bedoelen. Ik kom uit een gezin van 10 kinderen. Weinig eten, dat suikerbiet eten. Aardappels schillen, schoonmaken en opeten. Zulke dingen. En suikerbieten gingen raps, hè? Had je rijstepap of zo. Je ging de boer op. Kilometers rijden, af en toe de bakfiets. Om eten bij elkaar te scharrelen bij die boeren. En dan een landzaam met die bieten. Dan dook je het kantje en dan haalde je een paar bieten uit de grond. En die nam je mee naar huis en die vrat je op. Ik heb die bevrijding in Gouda goed meegemaakt. Een hoop muziek, een hoop mensen dansen en zingen. En voor de rest, ja, het leven ging gewoon door. Hou ik je dan voor?